Wie was je? Wat is Freedom Drive? Ah, wel, de Freedom Drive organiseren wij met een heel het European Network on Independent Living elke 2 jaar. Dan komen al onze leden van de verschillende Europese en ook buiten Europa landen samen in Brussel of in Straatsburg om echt hun stem te laten horen voor inclusie en om deel te nemen aan de samenleving. En de hoofdboodschap vandaag is dat zowel nationale overheden als de Europese Unie eigenlijk moeten meer investeren in alternatieven voor segregatie, dus dat echt alle investeringen moet gaan naar inclusie mainstream ondersteuning in de samenleving. Wat willen jullie bereiken met deze mars? Dus met deze mars willen wij echt door de straten van Brussel om aandacht te vragen en echt om te laten zien dat we met een grote groep zijn die onze eisen voor inclusie en deelnemen in de samenleving kracht bij te zetten. Dus dat die ondersteund worden door een grote groep van verschillende mensen uit veel landen. Zodat we kunnen laten zien dat het geen barrière is in één land, maar in alle Europese landen. Dus dat het een Europees probleem is dat ook moet worden aangepakt door de Europese instellingen samen met de nationale lidstaten. En wat staat er nog op het programma deze middag? Dus nu doen we de mars, dus we gaan hier vertrekken en dan langs het commissiegebouw naar het Europees Parlement. Dan hebben wij in het Europees Parlement een hearing, dus een workshop over freedom of movement voor personen met een handicap in de Europese Unie. Daarna, na de workshop, hebben wij een verjaardagsfeest, want Eniel wordt vandaag 30 jaar. En daar vieren wij vanavond van 6:30 tot 10:00 in het Microsoft-gebouw hier in Brussel. Dank u wel voor het interview en ik wens jullie een fijne mars. Dank u wel.